Gisteren hadden we Joost Buitenweg van multimediabureau Pixel Dis in onze uitzending. Ja, zijn bedrijf is genomineerd voor onderneming van het jaar 2021 in Almere. Maar vandaag hebben we een tweede kandidaat, een tweede genomineerde. Das Dierenkliniek, Almere Stad. Want de kliniek is ook genomineerd voor deze prijs in de categorie Klein Bedrijf. Ja, we praten met dierenarts en eigenaar van de dierenkliniek, Sandra Rossen. Sandra, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, je bent niet alleen, want de mensen die in beeld met ons meekijken, die zien... wie zien we? Dit is Olijfje, is een kantoorhondje. En die ligt de hele dag hier lekker met alle hondjes van de andere medewerkers te slapen. Maar ze wilden er heel graag bij zijn. Dus ja, wij vinden het ook gezellig. Ja, gezellig dat Olijfje er ook bij is. En gefeliciteerd, Sandra, met je nominatie natuurlijk, om mee te beginnen. Dankjewel. Heel leuk. Ja, echt super. Het is een hele leuke wedstrijd. Ontzettend veel klanten die gestemd hebben op ons. Leuke, allerlei familie. Iedereen feliciteert ons. We zijn echt ontzettend blij dat we genomineerd zijn. En een hele eer om naast zulke andere prachtige bedrijven te staan. Super. Ja, want het is niet echt een makkelijk jaar geweest natuurlijk. Hè, voor geen één bedrijf. Nee. Ook niet als je in de dierenkliniek werkt. Jullie hebben wel daar een vorm in gevonden. Jullie zijn gaan digitaliseren. Hoe heeft dat eruit gezien dat afgelopen jaar? Net als voor ieder bedrijf was het natuurlijk een lastig jaar. Ik vind het heel belangrijk om als kliniek heel erg bezig te zijn met hoe wij nu de beste kwaliteit diergezondheidszorg kunnen leveren. Dat is ook een van de redenen dat ik 7 jaar geleden mijn eigen kliniek ben geopend. Omdat ik echt een visie heb van hoe kunnen we goede kwaliteit leveren. En vorig jaar rond deze tijd ben ik echt gaan kijken van hoe kunnen dingen beter verlopen in de kliniek? Hoe kunnen we dingen nog beter aanpakken? Bijvoorbeeld het monitoren van dieren die onder narcose zijn. Of in het kattenhotel, hoe we ze nog beter in de gaten kunnen houden. En vorig jaar heb ik besloten om inderdaad een digitalisering door te voeren. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Je ziet op de achtergrond, voor de kijkers zie je een filmpje waarbij het al een beetje getoond wordt hoe dat dan gaat. Eigenlijk is het zo dat als dieren bij ons komen voor bijvoorbeeld een operatie, komen ze in een systeem te staan op een grote televisie. Daar zien we eigenlijk alle dieren die dag komen en wat er moet gebeuren. Extra dingetjes die nog gedaan moeten worden. Maar ook bij binnenkomst wordt er al gelijk gekeken. Zijn ze gezond? Welke medicatie moeten ze? En dat wordt allemaal in dat systeem netjes genoteerd. En zodra ze binnenkomen, ziet eigenlijk iedereen in het hele gebouw door iPads van wat zo'n dier moet, wat ermee gedaan moet worden, hoe ver ze zijn, of ze al in de voorbereiding zijn, of dat ze al gaan slapen. En op die manier kunnen we nog veiliger en beter werken met elkaar. Het is een heel nieuw systeem. Het komt vanuit Amerika en wij zijn de eerste dierenkliniek in Flevoland die daarmee gestart is. Heel spannend, want afgelopen jaar hebben we daar ook een opleiding voor moeten volgen. Ik heb als eigenaresse zelf het helemaal gebouwd. Dat wil zeggen dat ik workflows heb gebouwd met sheets waar je alles goed in kan noteren. En mijn team heeft een opleiding gevolgd om om te gaan met dit systeem. Het is heel nieuw, dus het was best wel spannend. En zeker omdat we afgelopen jaar ook deels van de opleiding digitaal moesten volgen. Maar het is ontzettend leuk om te zien dat goed gelukt is. Het is ontzettend fijn om op deze manier nog veiliger en beter te kunnen werken. En Sandra, is het in een stroomversnelling gekomen door de corona? Zeker. Ja, omdat we, we kunnen alles ook digitaal doen. Nu. En dat is ook heel fijn voor de eigenaren. Want wij kunnen bijvoorbeeld urine onderzoeken, maar ook verslagen van tanden trekken, kunnen we gewoon via de mail naar eigenaren toesturen. Wat het veel prettiger maakt in de communicatie ook. Dus het is allemaal een beetje in stroomversnelling gekomen inderdaad. Ja. En nou zei je net dat je de dierenkliniek 7 jaar geleden bent begonnen, omdat je toch je eigen ideeën had over dierengezondheidszorg. Ook ideeën dan die niet terug te vinden waren bij de bestaande dierenartsen?
Ja, klopt. Nou ja, wat ik belangrijk vind en wat ik heel erg miste bij andere dierenklinieken toen ik nog niet voor mezelf was begonnen, is dat ik zie echte diergeneeskunde als net als dat je bij de huisarts komt, dat je even de tijd moet nemen om alles goed te bespreken. Niet alleen voor dat ene probleem, maar ook een dier echt goed nakijken van zijn er nog meer dingen aan de hand? Kunnen we je helpen? Preventieve gezondheidszorg, dus aandacht voor voeding. Hoe hou ik een dier gezond, vind ik heel belangrijk. En dat miste ik. Wat je vaak ziet in consulten is dat het heel snel achter elkaar gaat, de ene na de ander. En wij zijn eigenlijk een van de weinige klinieken die soms wel 30 minuten voor een consult uittrekt. Ja, je wil gewoon Dat is heel. het dier uitgebreid als patiënt behandelen. Ja, echt in zijn totaliteit. Dus niet alleen naar het probleem kijken, Nee. maar ook naar hoe houden we ze gezond en hoe kunnen we ze nog meer ondersteunen met voeding, maar ook advies over gedrag, noem het maar op. Dus het is echt op een andere manier denken. Ook vind ik het belangrijk ook goede nazorg te leveren. We zijn als enige kliniek in Almere een kliniek die ook 's nachts voor hun klanten klaarstaat. En andere klinieken sturen naar Amsterdam of Utrecht. Maar wij kiezen bewust voor om voor onze klanten 's nachts ook bereikbaar te blijven. Dus ja, wij zijn op een andere manier bezig, vind ik. Ja, want Sandra, nou heb je dus dat besluit genomen om die bedrijfsvisie op de visie op de dierengezondheidszorg een beetje op zijn kop te zetten. Je hebt het afgelopen jaar een digitaliseringsslag gemaakt. Maar waar droom jij nog van? Wat kan er allemaal nog? Ja, er kan nog heel veel. Ik heb nog heel veel dingen waarvan ik denk van, goh, dat lijkt me superleuk om op te zetten. Het is ook wat komt op mijn pad. Ik heb 1,5 jaar geleden ben ik een trimsalon ook in de dierenkliniek heb ik geopend. En dat was eigenlijk helemaal niet de planning, maar heel veel klanten van mij vroegen, joh, weet je niet iemand, want er zijn hele lange wachtlijsten. Wij lopen er tegenaan dat onze hond niet op tijd getrimd kan worden. En toen kwam ik een hartstikke gezellige trimster tegen. En wij zijn gewoon een trimsalon gaan openen in de kliniek. Verder zijn we nu ook begonnen aan een kattenhotel. Mensen kunnen hun dier hierheen brengen als ze op vakantie gaan. Wij kunnen ze ook medicijnen geven. Dat was ook de vraag van mijn klanten. Van, goh, weet je een goed adresje als mijn kat even ergens naartoe moet waar ze nog steeds medicatie hebben, zorg hebben. Dus het kattenhotel zijn we ook begonnen. En ja, wie weet wat er nog meer op mijn pad komt. Ik heb wel een aantal kleine dingetjes die ik nog heel graag wil uitwerken. Maar dat hou ik nog een beetje geheim tot het weer helemaal geregeld is. Maar het is ontzettend leuk om zo ja, ook als ondernemer ja, nieuwe dingen op te kunnen pakken. Ja, en zorgen natuurlijk dat jullie onderneming van het jaar gaan worden. Ik neem aan dat Olijfje dan een extra Ja, bod krijgt. Waar is Olijfje nu? Want ze is ineens weg. zeker. Ja, Olijfje. Ik zal even laten zien wat Olijfje doet. Want dit even kijken hoe ik dat het beste kan laten zien. Oh, daar liggen Want er meer. ja, kijk. Ja, dit zijn al onze hondjes. En die liggen gewoon de hele dag lekker te slapen bij Oh, elkaar heerlijk. aan Wat een op leven. kantoor. Ja. Wat een leven. En als het pauze is, dan gaan we met z'n allen gaan we een rondje lopen. Dus dat is pas een hondenleven, zeg ik altijd. Oh. Nou, ik ken heel veel vrienden met honden die niet zo goed opgevoed zijn. Ik denk dat ze dan maar even bij jou langs moeten sturen. Ja. Ja, nou, als jullie het geld winnen, want er zit natuurlijk een geldbedrag aan vast, €2.500, dan gaat het naar Stichting AAP. Nou, ik Klopt. hoef bijna niet te Ja. vragen waarom dat is natuurlijk. Ja, nou, Stichting AAP is echt een ontzettend goed doel. Wat dieren echt letterlijk een tweede leven geeft. En wij zijn ook heel hard bezig om stemmen te winnen. Want we vinden dat het een ontzettend mooi doel is om te steunen. Dus als we winnen, gaat er €2.500 naar Stichting AAP. En ja, dat is hartstikke mooi om op die manier iets terug te ge kunnen geven aan de dieren. Heel goed. Nou, er kan gestemd worden op de onderneming van het jaar 2021 Zeker. in Almere. Das Dierenkliniek Almere Stad is dan een van de genomineerden. Maar ook Multimedia Bureau Pixel Dis en Eetcafé Neighbors Kitchen in Nobelhorst zijn de andere genomineerden. En stemmen kan tot en met 6 december op onderneeminalmere.nl. Sandra Rossen van Das Dierenkliniek. Kliniek Almere Stad. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Jullie veel succes nog met de uitzending.